Hoi! Ik ben in mijn bed. Waarom ben ik in mijn bed? Niet bij de paarden? Dat zou je afvragen. Want ik ben ziek. Ik zie het leven niet meer zitten. Oké, het is zaterdag. Tess die heeft vrijdag is thuisgekomen met hoge koorts. Echt over de 40 heen. Ik heb haar niet eerder zo ziek gehad, behalve toen ze 2 was. En toen had ze longontsteking. Die is echt ziek. Gevolg vrijdag geen les. Want dat ging niet. En zaterdag, dat is vandaag. En zou ze gaan springen bij Middenhof. Gaat ook niet. Morgen zou ze werk aan de hand hebben. Gaat dus ook niet. Betekent ook dat ik, moeders, de honneurs waar moeten nemen. Dus dat betekent dat ik ineens weer overal alles moet vinden. En ik doe natuurlijk altijd fout. Daar moet je niet veel vergissen. Ik had ook wat ruzie met de nieuwe longeerzweep. Want die is in 2 delen, niet in 1 deel. Dus waarschijnlijk krijg ik op mijn donder omdat ik dingen niet goed gedaan heb. Maar, ziet maar zo. Moeders heeft het uit een goed hart gedaan. Vandaag komt ook Jules, dus dat is super leuk. Die komt met belletje, dus die zullen jullie in de loop van de week ook nog wel even tegenkomen. Ik hoop wel dat Tess snel weer beter is. Want ik voel me toch wel een beetje een soort nerd, nou geen nerd, een soort dombo. Want ik weet heus wel hoe je met paarden moet doen, maar Tess heeft zo haar eigen manieren. En Blondie dus ook. Dus nu ja, ben ik aan het logeren. Nou, ik ben niet eens aan het logeren. Zoals net dat stappen, maar ze besluit elke keer de pleitvaart te nemen. Ik denk, nou, dan kan ik ook wel video opnemen, want luisteren doet ze toch niet. Dus ik ga nu eventjes proberen te logeren. Nou, Blondie en ik hebben het overleefd. Is. Ik hoop dat ik het goed genoeg gedaan heb. Dat je niet heel boos op me bent. Nee, dat is fijn. Bel is er, dus daar gaan we zo nog even heen. En kijk eens wie we hier hebben. Pom, 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 pom. Hallo. Dag bellenkind. Ben je er weer? Hallo schat. Ja. Hallo lieverd. Was je er weer? Nou, we hebben dus ons best gedaan. Dus ik hoop dat het goed genoeg was. En nu mag ik weer naar huis toe en dan zie ik jullie morgen. Of misschien is Tessa weer een beetje aanspreekbaar. Vandaag is zondag. Kind ligt nog steeds in haar bed. Dus ik heb ponydienst. Ik ga weer longeren. Dit keer mag ik er 2 longeren. Gelukkig hebben we een hoop stalgenoten die ons helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje met mijn handen in het haar zit. Dat is niet erg. Dat overleef ik allemaal wel. Maar ik merk wel dat... in combinatie met dat ik natuurlijk gewoon doorwerk, zoals in het weekend. En de dingen die gedaan moeten worden, dat het best veel is. Neem niet weg dat we dat natuurlijk gewoon allemaal doen. Maar ik ben wel heel dankbaar voor de stalgenoten die dan hulp bieden. Dankjewel stalgenootjes. Nou, vandaag beginnen we in stap. Dus gisteren heeft ze ontdekt dat ik er niet zal vermoorden. Ik heb er nog even zonnebijzetjes, die komen straks wel. Want ik denk gisteren wil dus nog eventjes wild doen. Dus ik kan ze eerst even wild doen. Maar blijkbaar vandaag niet nodig. Nou, net gefeestuin met Tessa. En dan allerlei tips en tricks gekregen. Dus als het goed is, is alles nu goed. En kan ik longeren. Dus we doen ons best. Deze prachtige pony. Heb je die gemist? She's alive! Ik ben alive. We zijn met de... Jassie? Wat is dit? We zijn met Jassie en Alice en de boer om tour. Ik ga hier zo stuk om. Maar we zijn onderweg naar de aquatraining. Ik ga weer een keertje mee. Dat is weer lang geleden. We zijn aangekomen bij Hazelswouder. Blondie is al bevrijd, want Blondie wil er niet uitkomen. Kijk, mama heeft hier een hele routine in en nu kom ik ineens en dan ben ik snel Vincent. Dus die is nu de honden aan het uitlaten. Maar ja, dan wacht ik maar, hè. Komt ze het honden. Wat is dit nou weer? Ah, we zijn 4 minuten te vroeg en het regent. Oké, hier heb jij een paar honden. Doe ik het op. Oh, ik heb 2 honden hier. Oh. Oh, Alice vindt het heel spannend. Ik vind het ook heel spannend dit. Ja, ik vind het ook niet. Blijf ze keurig staan. Ja. Wordt dan wel weer buiten. Blonde pony. Opgevoed. kleuren. Nou, ik heb daarvoor een flipon niet. Ja, daarom zeg ik ook opgevoed. Opgevoed? Ik stond opgevoed. Wow. Oké, let's go! Walking with the horse. Ja, dat. Zo, we zijn in een hele goed sluis met de doggies. Want ik ben mee geweest voor het eerst naar Jeroen Ome. Mama die heeft elke woensdag daar training. Jessie, die bruine, en mama die zijn heel druk bezig geweest met trainen. Alice en ik hebben het veel drukker gehad. Wij hebben met de bal gespeeld, een kijkertje gespeeld. En die is nu helemaal kapot. En nou gaan we een afspraak maken, ik denk voor de meivakantie, want Jeroen die wil ook heel graag dat ik met Blondie die kant op kom. Prima, dat doe ik wel. Want mama is heel erg bezig met klikkertraining. Kijk, wacht. We hebben hier bijvoorbeeld. Chassie weet al wat gaat komen. Oké, Chassie zit. Zit af. En dan doe je zo. En dan moet je een snoepje krijgen. Nu zit mijn duim erin vast, omdat ik te lange nagels heb. Maar zo voelt mama dus Chassie op. Vanavond heb ik springles. Bij Sordom. We gaan nu eerst even langs papa, want daar gaan we VITALStyle scheppen ophalen. Want daar heb ik er ook niet genoeg van, ik heb er nu eentje. En nu krijg ik er nog twee volgens mij, dus dat is top. Dan kan ik al het voer goed scheppen, zo. Dit was nu even vanavond, maar wel weer benieuwd hoe het springen gaat. Het regent, het is nat, het is niet zo fijn, het waait. Kijk, dit is ook matching. Prachtig, het is roze toch? Nee, dit is rood en dat is ook rood. Rood. Prachtig. Inmiddels zijn we bij het springmanege. En Tess gaat zadelen en dan springen. We hebben te maken met een modesituatie. Wat? Hoezo nou weer? Het is nat, het is koud. De modepolitie is op je afgekomen. Oh. Dit kan dus echt niet. Ik heb net de springles gehad. Ik weet niet welk knopje is omgegaan in onze hoofdjes. Want we gingen als de brandweer. Weer een tijd geleden dat we zo goed hebben gesprongen. Dus daar ben ik blij mee. Parcoursje 70-80 gedaan. Dus dat is helemaal top. En nu kunnen we steeds weer verder gaan opbouwen in de hoogte en in de technieken. Want dat lukt nu steeds ook beter. En we zijn minder aan het kijken naar verschillende sprongen. Dus dan is het gewoon... Nou ja, wel dat we verschillende sprongen doen, maar niet dat we naar kijken en denken van, oh, dat durf ik niet meer. Dus, dat is helemaal top. Dat is helemaal top. Ik ben met mijn moeders bij de fysio. Want we gaan 1 keer per week terug voor mijn rug. Dus we gaan kijken hoe het nu met mijn rug is. En of ik weer tapejes mag, ja of nee. Ik ben weer helemaal losgekraakt van door de fysio of van het osteopaat. Een osteopaat. Ja. Ik ben natuurlijk ziek geweest, dus ik heb blijkbaar mijn ribben, die zijn verplaatst, verschoven, weet ik veel wat. Nee, joh, die zitten vast. Die zitten vast, ondanks dat ik zoveel gehoest heb. Dus die zijn weer losgemaakt en je hoorde echt een soort Het deed best wel pijn. Het klinkt heftiger dan wat het voelt. Maar het is alsnog niet heel comfortabel. Nou ja, over 2 weken mogen we weer terugkomen. Dus dat is helemaal top. En nu gaan we met zakjes chips naar huis. Want we gaan in de file staan. Ik lust geen chips hoor. Oh. Ik heb ook geen chips. Ik vind het echt vies. Ik heb je net cookies gevoerd. Cookies lust ik wel, maar chips vind ik echt vies.